Hallo allemaal, hier is Peter weer uit Mergenrijk. Vandaag het verhaal over de grotwoningen. Hier zie je er eentje nagebouwd als zandsculptuur in een mergelwand. Waar de achter mooie schilderij etc. aan hangt. Een leuke setting zo om te zien, maar om in te wonen, nou niet bepaald dat je van het. Het was een vochtig hok. En als je daar niet goed stookte, dan schimmelde alles gewoon onder je handen zo'n beetje weg. Zo'n grotwoning, dat was eigenlijk vaak een stuk hol en hoefde helemaal niet zo'n groot gangenstelsel te zijn. Waar aan de voorkant een muur in het gat gemetseld werd, een deur erin, een raam erin en dan had je een woning. En dan had je het nog niet eens zo slecht in die tijd, maar veel mensen konden zich zelfs dat niet permitteren. Dus vochtige hokken, maar je had uiteindelijk een woning waar je in kon wonen voor een paar cent per jaar in die tijd. Begin 1900 is dat zo'n beetje op zijn einde geraakt. Die werden niet meer permanent bewoond, maar werden die grotwoningen, je kunt het je haast niet voorstellen, een permanente attractie in het toeristenseizoen. Daar gingen daar mensen gewoon wonen. En de toerist kwam dan langs en die wou die woning wel eens bekijken. En er werden wat fotootjes gemaakt en de mensen gingen even poseren voor de deur. Een toeristische attractie is het uiteindelijk geworden. Hier hebben wij de laatste grotbewoner uit Maastricht hebben we geëerd, Greetje Blankers. Zij heeft in Maastricht als allerlaatste nog een grotwoning bewoond. Er zijn natuurlijk veel meer grotwoningen over de hele wereld te vinden, maar dus ook in het Valkenburgse. Kom naar Mergenrijk en dan kun je nog meer lezen over dat verhaal. Tot de volgende keer. Dag.